Hallo, dag beste Jeffers. Welkom op de 25e editie van het Jeugdfilmfestival. We zijn dit Jeugdfilmfestival gestart met Brammetje Baas. Een film over een nogal drukke jongen in de klas. En het is al een spetterend succes. De zaal is vol. En ik denk dat alle jongeren heel goed zijn aan het genieten. Blijf zeker kijken om alle interviews te horen met de acteur Koen, dat Brammetje speelt. En met een paar van de kijkers. Geniet er nog van! Ja, om te beginnen zijn wij heel blij dat we er vandaag mogen zijn en dat wij Peter en Meter zijn van het Jeugdfilmfestival, omdat het niet zomaar een editie is. Maar het is de 25e, dus dat is feest. Dus dat is feest. Weten jullie waar die film over gaat? Over een jongetje dat niet kan stilzitten. Maar dat gaat vooral over een jongen die eigenlijk alles kan, maar één ding kan hem niet, en dat stilzitten. Ja. Dat is nee, goed gezegd. Goed gezegd. Ja. Hoe heb je jou voorbereid voor jouw rol? Ik zit op Hofpleintheater. En toen zocht ze iemand voor een film en toen gingen ze kijken en toen mocht ik audities doen en toen ging ik door en ja. Zo kwam ik eigenlijk in de film. Dus ja. En hoe ben je dan in het echte leven in de klas dan eigenlijk? Ben je dan ook druk of eerder heel rustig? Tussenin. En hoe vond je de film? Ik vond het heel leuk en grappig. Waarover ging de film? Over een jongetje die kon stilzitten. En hij deed allemaal vreemde dingen en zo. Het was een heel grappige film. En wat is tot nu toe het gekste, maar echt het allergekste, wat dat jij ooit in de klas hebt gedaan of gedurfd? In de juf haar poep geknepen. Ja, beste Jeffers, dat was het dan. We hebben nu goed kunnen gaan genieten van geweldige interviews en geweldige hapjes op deze beginreceptie. En geniet nog maar goed na van de film en geniet nog maar goed na van deze fantastische opening van deze vrijdagseditie. En de avond valt. Dus tot ziens, Jeffers. Dag.